Welkom. Welkom in deze viering. We sluiten 100 jaar het eeuwfeest van Sint Bavo af. We hebben een prachtige voorstelling gehad van de Passion hier in deze kerk. Maar ook gisteren en eergisteren het openluchtspel achter in de pastorietuin. Maar de oude kerk is pas gesloopt toen de nieuwe is ingezegend. Het voordeel was geen kosten voor de noodkerk. Alouin Bavo is rond 590 geboren in het Belgische Haspengouw. Dat is eigenlijk de streek rond de stad Luik. Hij is gestorven in 655 in Gent. En zijn reliquieën liggen daar in Gent in de Baafse kathedraal. Hij wordt vereerd in Gent natuurlijk, maar ook in Haarlem, in het Limburgse Nut, in Heemstede en in Münster. Hij is patroon van valkeniers en is tegen keelaandoeningen zoals kinkhoest en zijn feestdag is 1 oktober. Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam.